Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Een aantal dingen meegemaakt en daarbij ook nog een vervelende blessure opgelopen. Maar dat hoort er allemaal bij. Het is kloten voor mij. Maar ik ben weer blij dat ik volop kan meetrainen en dat ik weer bij de groep ben. Ja, het zijn de laatste vier nu. We staan nog steeds een punt voor. Alleen we zullen nog wat punten nodig hebben. En daar gaan we dus voor in de laatste vier wedstrijden. Gewoon op eigen krachten. Niet naar anderen kijken, niet naar Cambuur kijken. Niet naar Twente kijken of wie dan nog. Gewoon puur naar onszelf. En weer mogen drie punten pakken. Dat is het allerbelangrijkste. En dan hoor je niemand. De hele situatie rond de tegenstander van morgen Twente buiten het veld. Wat vind jij daarvan, dat die beslissing na de competitie valt? Ja, ze hebben die keus gemaakt, dus ik kan dat toch niet veranderen. Ik kan op de kop gaan staan, ik kan me meer druk maken. Maar we zullen dan zien wat dan aan de orde is. En wij moeten alleen zelf zorgen dat we op een dusdanige positie staan. En dat we er niet afhankelijk van zijn.